Minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken zegt dat vele zaken zullen veranderen ten aanzien van de inrichting van ontwateringswegen en ontwateringsmethoden. De bewindsman sprak gisteren in verband met het programma ten aanzien van de rehabilitatie van ontwateringswerken die de komende maanden binnen Paramaribo zullen worden uitgevoerd. Het startsein was op het terrein naast de centrale markt, waar er ook werkzaamheden worden uitgevoerd door het ministerie. De bewindsman geeft aan dat er al veel gedaan is door zijn ministerie, maar het werk nog voortgezet moet worden, zodat afwatering tijdens de regenperiode gunstiger verloopt. 2023, de directeur heeft gepresenteerd, veelbelovend, Saramaka-kanaal project. Contracten worden binnenkort getekend. Er zal een ceremonie zijn en de projectwerkzaamheden gaan starten. We hebben ook AZP, is niet genoemd. Daar is alles ook veranderd. De pompgemaal moet nog vervangen worden. En zo hoort het hele kanalenstelsel ook bij. Want als je die kanalen onderhoudt, dan sla je de plank ook mis. Dus, er is veel gedaan. We kennen de situatie van de overheid, van de begroting. Ik wil u aantonen dat met die weinige middelen we heel efficiënt en zuinig mee omgaan, duurzaam. En dat gaan we dus blijven voortzetten. Nur Mohammed geeft verder aan te verwachten dat de president de oproepen verder afhandelt bij zijn bezoeken aan internationale conferenties. President Chandrika Prasad Santokhi zegt voorstander te zijn van de modernisatie van het waterbeheersingssysteem. Wel, wat moet je doen als regering in zo'n situatie? Regulerend optreden, waterbeheersend optreden. Want wij zijn een geweldig groot land. Meer dan 165.000 vierkante kilometer. Maar kijk, een ander land waar u graag naar kijkt en waar u altijd met vakantie gaat, Nederland. Klein landje. Met meer dan 60% onder de zeespiegel. En toch wordt het gereguleerd. Maar daar financiert meer dan 18 miljoen mensen het systeem. En wij zitten met 600.000 hier. Wie moet dat financieren? Want beheersen van het water en je waterhuishouden kost enorm veel geld en iemand moet daarvoor betalen. De president herinnerde eraan dat de zeespiegelstijging geen grap is. Suriname moet ook verder werken aan het aanpakken van de kustbescherming met mangroven.